Over zijn eigen geloofwaardigheid gaat hij zelf. Ik vind zijn gedrag in de plenaire zaal gisteren volslagen niet te tolereren. Dat kan echt niet. Goedemorgen allemaal, fijn dat jullie er zijn. Ik heb zojuist telefonisch contact gehad met Thierry Baudet. Ik heb hem gevraagd te reflecteren op zijn gedrag van gisteren. Hij heeft gezegd dat hij er spijt van heeft wat hij gisteren gezegd heeft. Hij stelt dat hij zich heeft laten meeslepen in de felheid van het debat. Ik heb hem gevraagd om op korte termijn dat op de een of andere manier aan de buitenwereld duidelijk te maken. Of contact op te nemen met de heer Klaver. Of een duidelijke tweet te versturen of een persbericht of wat dan ook. En hij heeft toegezegd dat te zullen gaan doen. Ik ben er heel blij mee. Maar hij heeft ook gezegd dat hij niet naar u komt. Ja, hij stelde dat hij een andere afspraak had en dat hij hier niet kon zijn vandaag. Dat vind ik op zich heel jammer. Maar goed, hij heeft me zojuist zelf telefonisch gebeld en hij heeft me deze dingen verteld. En is dit voldoende voor u? Nou ja, ik hoor graag van meneer Klaver wat zijn reactie is. Ik heb gisteren vlak na het incident gesproken met de heer Klaver. Ik heb hem gevraagd, heb je je bedreigd gevoeld? En daar heeft hij ja op gezegd, dat is een belangrijk iets. Dus ik hoor graag van de heer Klaver hoe hij hierop reageert. Maar de intentie van de heer Baudet lijkt me positief. Namelijk dat hij dit hele verhaal uit de wereld wil hebben. En hij zegt dat hij spijt heeft van hetgeen hij heeft gezegd. Dus dat vind ik al heel belangrijk en daar ben ik al blij mee. Had u graag meer willen doen dan alleen zo'n brief schrijven? Nou ja, we hebben zoiets nog nooit aan de hand gehad sinds de Tweede Wereldoorlog. We hebben de afgelopen jaren heel veel veranderingen gehad van het reglement van orde. We hebben de commissie van de Staaij gehad, die meer dan een jaar lang het reglement van orde heeft bekeken. Maar niemand heeft ooit bedacht dat we ook geweldsincidenten zouden kunnen hebben in de plenaire zaal, buiten de vergadering om. Dus dit is eigenlijk iets te heel nieuws. Ik zal dit ter sprake brengen in het presidium. In juni hebben wij de ramingen, dat is het debat over de Tweede Kamer zelf. En dan is er ook een gelegenheid om met voorstel te komen om het reglement van orde te wijzigen. U zou hem het liefst schorsen dus? Nou, ik heb nu geen enkele mogelijkheid om hem te schorsen. Maar het liefst zou u dat wel willen, hè? Wilt u de regels worden aangepast? Ja, zeker, want dit is natuurlijk een dermate ernstige zaak die gewoon totaal niet te tolereren valt. Dus het zou mooi zijn als we daar mogelijkheden hebben. En hoe lang zo'n schorsing? Nou, daar zouden we eens over moeten nadenken, maar in de eerstvolgende presidiumvergadering ga ik dit op de agenda zetten.